Na een evaluatieperiode heeft de minister van Openbare Werken, Riyad Noor Mohammed, besloten dat de vuilophaal nu anders zal plaatsvinden vanaf maart. En dat legt hij dan uit in het volgende vraaggesprek met de media. Vuilophaal, we hadden een pilot gedaan afgelopen 2 jaar, omdat Isaba-probleem, veel wateroverlast, straten met 0,5 meter, 1 meter water. Je moest je afvragen hoe moet die vuilniswagen rijden, s'avonds in dit soort buurten, het kan niet. En daarom was er een besluit van de minister dat vuilophaal overdag gaat, want de wegen waren verschrikkelijk slecht en ontwatering verschrikkelijk slecht. We zijn begonnen om de wegen aan te pakken, verschillende districten en ontwatering. En het ziet er veel beter uit. De regens zijn niet zoals 2 jaar terug. En daarom besluit dit dat we nu weer overstappen op middagavondvuil. Dus vanaf 3 uur gaan per 1 maart, vanaf 3 uur mag iedereen zijn vuil weer in de middag plaatsen. We hebben ook maatregelen getroffen voor wegen die slecht zijn. En dan wordt vuil weer 's middags en 's avonds opgehaald. En wat Trasari, als buurten er zijn waar de vuilniswagen een week niet gekomen is, moet dat gelijk bellen naar het alarmnummer van openbare werken. Want de vuilopharer is verantwoordelijk. Hij moet ervoor zorgen dat die vuilophaal. Hoe hij doet, is zijn hoofdpijn. Maar hij 1 keer kan niet laten, zijn auto is kapot. Maar niet 2 keer. Dan moet hij zelf bekijken hoe hij het ophaalt. Dat is wat een beroep ik doe op de mensen in alle districten. Dat geldt vanaf Albina tot Nikeri tot zeg maar Brokopon. Minister, u heeft kort ook gesproken over ontwatering. Maar wat een uitdaging is, ik dacht sinds mijn geboortejaar, de hoek van het Sigastraat en de verlengde Keizerstraat. We kunnen die strijd daartegen niet winnen om ja, die ontwatering eigenlijk op een goed peil te hebben. Wat gebeurt er daar? Wat gaat er allemaal mis daar? Ja, kijk, ontwatering kost wat geld. En we hebben de middelen niet voldoende op de begroting. De middelen zijn net genoeg om 1 ding duurzaam te doen. Dus je kan een beetje lappen spelen. Maar op een gegeven moment wil je wel hebben dat het voor eens en altijd opgelost is. Elke dag zijn er calamiteiten. Geloof me, in die keri, in het weekend, gisteren weg naar zee, sluis helemaal omvergevallen, buurten, woonbuurten. Dus als ik 1 buurt help, dan kan ik niemand meer helpen. Dat is het verhaal van de begroting. Wanneer de situatie vrij ernstig is, dan kan ik gebruik maken van een bevoegdheid om over te stappen tot calamiteit. Maar dan moet ik een heel goed argument hebben. Ik zei net dat er doden moeten vallen, maar ik moet een zwaarwichtig argument hebben. Van het Sigastraat hebben we nu ingegrepen, in eigen beheer. Met niets hebben we nu ingegrepen. Maar het besluit van de minister is dat het duurzaam aangepakt moet worden. Dat project hebben we een paar maanden terug aanbesteed. Kost 50 miljoen, 60 miljoen. Toch kijk in de lucht of dat geld ergens vandaan komt. Er is geen boom die groeit en je 60 miljoen geeft. Alleen de begroting en het parlement kunnen je geven. Zo simpel is dat. Het verzoek ook is van de regering om met de weinige middelen die we hebben het beste te doen. Dus het kruispunt heeft mij bijzonder aandacht. Maar dat is ook voor zustersproject, is ook belangrijk. Maar het renteproject, die mensen zijn ook bij me geweest. Wintiwai helpt ook in eigen beheer met de buurtbewoners. Dus met die weinige middelen moet ik proberen het begaanbaar te maken. Er zal een tijd komen dat wij middelen hebben om te stoppen overal. Wat dat betreft. En wij zijn constant bezig om te kijken hoe we oplossingen kunnen brengen voor bepaalde problemen. Dus geloof me, voor je met pensioen gaat, staat daar wel een duurzame oplossing. Dus wat is het probleem? Zijn die kokers verouderd of is zijn voldoet niets meer daar of is er te veel water dat eigenlijk stroomt door het kanaal dat iets verder, die trends die daar iets verder lopen? Wat is het? Ja, kijk, dat ding is jaren niet aangepakt, dus helemaal verstopt en kapot. Je moet ook weten dat in het Zijstraat, verlengde Keizerstraat, het gebied achterop gewoon laag is. Dus het voorstel is dat daar een open riolering komt. Dan gaat het water zeker stromen. Iedereen kan de rioolpunt met de schop onderhouden. Tweede is, die filottenkeek is in geen jaren opgehaald. Hij wordt nu opgehaald. Na jaren. Dat is een heel moeilijke kreek. In het verleden heeft men het verlengde van die filottenkeek ook gedempt. Dus aanhalingstekens, gerioleerd, sorry. Die dingen spelen mee. Maar voor nu wordt hij voor het eerst na zoveel jaren schoongemaakt. En dan is ons voorstel om nieuwe rioolbuizen te plaatsen. En de weg op te tillen en een nieuwe verhardingslaag te geven. En dat alles, zeg je goedkope dingen, brengt je op zeg maar 50 miljoen plus. Dat is die duurzame oplossing. Dan gaat het gebied voor eens altijd verholpen zijn ervan. Amerikaanse dollars? SND. Oh.
aan de openbare werken minister vroegen wij ook over zijn drempelbeleid, want er is vooral heel veel kritiek op de minister dat hij in bepaalde buurten en wijken geen drempels wil laten plaatsen. Zo is recentelijk bijvoorbeeld door bewoners van Flora na het overlijden van de 7-jarige Missie Jan heel veel kritiek geweest op het beleid van het ministerie van Openbare Werken. De minister die legt het volgende uit over hun drempelbeleid in het volgende vraaggesprek te Flora. Want ze hebben een recente geval aangehaald van een 7-jarige jongetje die is aangereden. En ze zeggen, ze hebben OW al zo lang gevraagd om een drempel en die blijft er maar uit. Ja, kijk, het drempelbeleid is zo dat OW niet beslist of een drempel moet komen. Het is het ministerie van Justitie. Men dient de aanvraag in bij OW. En dan gaat Juspal na van, is het nodig, voldoet het aan de voorwaarden, is het de hoofdweg, is het primair, is het een woonbuurt. En als het advies negatief is, dan moeten we begrip daarvoor hebben. Kijk, het probleem ligt niet aan de mensen, hoe hard het ook is dat mensen overlijden. Het ligt aan die verkeersduivels. Die mensen die racen. Die mensen die in een... Het is een woonbuurt. Heer Flora is een woonbuurt. Je mag niet harder dan 30 km per uur rijden. Maar mensen die zijn 80, 90 voor, meneer Genes, voor mijn inrit. Waar ik wil racen, mensen met 100. Wat moet ik zeggen? Het zijn verkeersduivels. En als het je drempels, dat werkt ook niet. Dus de minister van Juspol is bezig met zijn cameraproject. Het is ook al goedgekeurd, we hebben dat gelezen in de media, waarbij zware boetes gaan komen. En geloof me, deze mensen, deze jongeren die zo racen, alleen met boetes kunnen ze afgestraft worden. Dus die politiecontroles moeten verhoogd worden, de boetes moeten verhoogd worden. Dan ga je zien dat men gaat afleren. Heel veel rijden ook zonder rijbewijs. Toch? En voor de rest vraag ik de mensen, bewoners, omdat je nooit weet wanneer een auto race, om ook even de zorg te hebben over hun erf, hun perceel. Laat je kinderen niet alleen buiten spelen, ga ook buiten. Een tweede ding is, vooral de buschauffeurs. Ik zie die dingen, buschauffeurs en die taxichauffeurs op hoofdwegen. Hou je aan de verkeersregels. Er zijn verkeersborden. Ga niet op een voetpad rijden, want het is verboden. Ga niet op een rijwielpad rijden, vooral bij Indira Gandhiweg, maar je hebt ook die nieuwe weg. Waar gescheiden paden zijn. Paden voor rijwielers en voetpaden. Toch race men erop. Moet jij me zeggen hoeveel drempels ik moet zetten? Als je wil, zet ik morgen 1000 drempels. Maar dat gaat niet helpen. Ze racen over voetpaden en dat soort dingen. Dat is gedrag, attitude. Dus laten we werken daaraan, gedragsverandering. En het ministerie van Juspol is al bezig en moet harder optreden tegen dit soort verkeersduivels.